Ja, ik wilde zeggen, we zijn door! Maar ja, eigenlijk staat het nergens op. We zijn door, Dick, maar wat, is, wat door, was Dick. Dit? Wat is dit? Wat gebeurde nee, Richard. Dan? Ja, Richard. Richard, oh, Richard ja. Hou je door. We zijn door. Ja, we zijn door. Dat is het enige goede. Ja. Hoe is het mogelijk? Wat gebeurde er vandaag? Nou, het hele toernooi is nog niet geweldig geweest, nee, vind maar ik. Dit is wel de ondergrens. Maar het belangrijkste is nog steeds het doorkomen. Want nu gaat het beginnen voor iedereen, uiteindelijk. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Het gaat nu beginnen. Nu kunnen ze laten zien wat ze echt waard zijn. Maar dat hebben ze nog niet laten zien. Ja. En ik denk dat Ronald ook nog niet echt precies zijn opstelling heeft. Wanprestatie, zegt hij. Mijn schuld ook, geeft hij ook toe. Collectief falen van alles en iedereen. Maar hij stond er vanaf het begin te coachen ook. Ik bedoel, dat is toch ook al een heel gek teken? Dat doet hij normaal ook niet zo, hè? Nee. Maar ze stonden vanaf het begin verkeerd. Ja. En dat kon je ook zien op het middenveld. Ja. 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 Maar weet je wat ik kwalijk vind, Dick? En dat hoor ik niemand zeggen. Ik ben geen liefhebber van Van Dijk. Maar kijk, er zijn middenvelders die niet al te strak dekken. Maar als je opjaagt en hoge druk wil zetten... dan van de 10 spelers mag er niet 1 verzaken. Nee. Dan loop je verloor. Maar meneer Van Dijk doet daar niet aan mee. Meneer Van Dijk die hangt de hele wedstrijd Beckenbauer uit. Een beetje achter de verdediging blijven hangen. En dan krijgt hij een paasje en neemt hij mooi aan. Mooi sierlijk. En dan geeft hij wat aanwijzingjes. Maar ik zie hem nooit duelleren. Maar het is 10-10, hè, bij balverlies en balbezit. Dan moet hij ook meedoen. Ja. En dan kunnen ze, als ze de bal niet kwijt kunnen... kunnen ze beter naar de keepers schuiven. Dat die weer opnieuw beginnen op te bouwen. Maar Van Dijk is daar volledig overbodig. Die heeft zichzelf een hele zieke functie gegeven... waardoor het hele elftal in de problemen komt. Ja, maar de stijl van Nederland zelf is natuurlijk niet echt vroeg storen. Want ze willen echt wel een beetje laten komen. En dan de snelheid van die buitenspelers. Maar het grote probleem vind ik een beetje... die buitenspelers zijn goed, maar ze spelen heel statisch. Ze spelen tegen de lijn, dan links aan de lijn. Dan heb je 1 spits die naar de bal toe komt. Je hebt geen aanvallende middenvelden, want het zijn 3 middenvelders. Maar geen aanvallende middenvelders. Reinders. Dus, ja, maar Reinders is meer een box-to-box speler. Dus het is vrij statisch. Nou, en die andere jongens die gaan van buiten naar binnen, bek eroverheen. Ja, dan moeten ze nadenken, wat moet ik doen? En dat was lastig. Maar dan wordt het lastig. Ik vond wel dat Malen de enige was waar nog enige dreiging van uitging. Waarom wordt die man gewisseld? Ja, beide kanten. Maar wat ik nou vond... Maar Gakpo ook niet gezien. Jawel. De goal. Ja, maar die ging nog wel eens zijn rechtsback voorbij. Maar wat ik vond... Kijk, het was een hele open wedstrijd. Want onze vriend, hoe heet die, Depay en Van Dijk... dat was echt 60, 70 meter. Het veld was te groot. Het veld was echt heel erg groot. En doordat dat veld zo groot was, werd ons middenveld omvergeblazen. Want die Oostenrijkers die maakten daar beter gebruik van als dat wij deden. En ik begreep dat niet zo goed. Want ik zou jou zeggen dat zowel die linksback als die rechtsback... liepen de 100 meter in 2,5 minuten, hè? Die Malen, elke keer ging die er langs. Ja. En Gakpo ook, hè? Op snelheid, elke keer er langs. Alleen werd je middenveld werd weggeblazen. Die konden niet met die ruimte... Maar zag je die Sabitzer oversteken? Van Dijk moet toch zijn achterhoede meenemen naar de middenlijn? Johan, dat is zijn taak. Dit wat je vandaag zag... zie je niet meer in het Europese topvoetbal. Nee. Europese topvoetbal wordt gespeeld 15 meter... achter de middenlijn en 15 meter voor de middenlijn, op 30 meter. Ja. En dit werd gespeeld op 70 meter. En je zag Koeman ook een paar keer, toch? Ja, maar dat was in het voordeel van die Oostenrijkers. Ja. Want kijk, die Reinders wil... Maar die Oostenrijkers bleven lopen, hè? Omdat die gaten waren er, die ruimte was er. Je kon blijven lopen. Terwijl je zag bij die Engelsen er net, als die mensen terug... dan kan je niet lopen. Als je loopt, loop je tegen iemand aan. Ja. En dat was nu niet het geval. Ik vond het veld veel te groot, man. Jawel, maar je wordt als middenvelder altijd weggespeeld... als je een grote ruimte moet dekken. Ja, maar dat Johan, is niet te verdedigen. Ja, maar Johan, het had ook andersom kunnen zijn... dat juist dat grote veld in het voordeel van Reinders was. Want die kan daar wel mee omgaan. Maar die speelde niet goed. En Veerman speelde ook niet goed. Maar een groot veld is eigenlijk voor niemand goed. Ja, voor lopers. Het grote voor Sabitzer. Nou, zou je nu zeggen, bij dat doelpunt... dat was het 2-1 was het volgens mij? Ja. Of was het de 2-1 was het volgens mij. Nou, die was die wel heel snel, ja, die Sabitzer. Ik dacht, wat gaat hier gebeuren, weet ja, maar je wel? Ja, maar weet je, Wilfred... Kijk, ook Reinders. Als Reinders de bal had, kon hij gewoon 30 meter lopen. Hè? Als Veerman de bal had, hij verloor hem... maar kon wel 20 meter weg. Hè? Dat kan normaal door.